monteur die zegt dat hij het gebouw al in zicht heeft. Dus... Ja, maar dan zijn we er nog niet uit, hè. Hij moet nog opengebroken worden of zo. En dan zegt hij dat hij dan zo snel mogelijk... Ja, ja, zo snel mogelijk. Maar ja, wie weet, als ze niet open kan, dan moet je hem openbreken met een breekijzer. En die hangt misschien halverwege twee verdiepingen. Moet je gaan klimmen daarheen of daarheen. Waarschijnlijk zat hij met de hand... Ja, dat lukt blijkbaar niet met handbediening. Dat is ook dom. Van de fouten moet je leren, hè? Het water moet dit nog opgelost zijn. Joek. Italiaans lachje. Joek. Franse lachjes zijn normaal leuk. Die zeggen nacht. Ze hebben elk land zijn eigen lachje. Nee, dat hoor je hier niet. Het zijn maar toeristen. Ik ben Schiedammer, de ook in Rotterdam. Maar de organisatie heeft dat niet naar de lifttelefoon gebeld. Dat weet ik niet. Misschien wel. Ja. Maar misschien kunnen zij ook niet wat doen, behalve de monteur laten komen. Ja, nou, ik denk dat er een snellere procedure is die vanuit beneden al gestart is, hoor. Ja, ja. Want ze hebben, het is een bouwlift, dus daar is vaak al minder aan de hand. Dus een portier die heeft al lang iemand anders gebeld. Alleen weten wij dat niet. Omdat wij niet contact hebben met hun. Nee, maar zij kunnen niet door die microfoon ontwijken. Nee, zij niet, hè? Wel niet, helemaal niet. Oh, zij kunnen niet. De portier beneden, ja. Bedoelt u? Ja. Ja, blijkbaar is daar geen contact mee. Dat staat niet met elkaar in verbinding. Nou, die zal het wel weten ondertussen, hoor. Een externe. Hallo? Ja. 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 Ja.